Ik heb veel vragen gehad van Mobicep. Komt er nog een Ramadan vlog? En dat heb ik vorig jaar al gehad. De jaar ervoor heb ik het al gehad. Omdat de mensen mij steeds dingen vroegen van Mobicep, hoe train je nou tijdens de Ramadan? Wat verandert er nou tijdens de Ramadan? En daarvoor heb ik Cas uitgenodigd, want Cas is de man van voeding en alles erop en eraan. Prijzen zijn laag bij mij, occasions. Eiwitten hoog bij mij, occasions. Jij ziet toch ook, wij blijven trainen. Wij zijn beesten, mijn occasion. Prijzen zijn laag bij mij, occasions. Eiwitten hoog bij mij, occasions. Cas, wat verandert er nou met trainen? Wat verandert er nou dus qua spiermassa? Hoe ga je je spiermassa nou behouden? De normale hoeveelheid calorieën die je normaal gesproken binnenkrijgt, die wil je nog steeds binnenkrijgen. Juist. Alleen nu heb je een korte tijdsbestek waarin je die calorieën kan eten. Dus als de zon ondergaat, ga je eigenlijk het eerste deel van je calorieën eten. En dan vlak voordat de zon opkomt, dan neem je het tweede deel. Yeah. Maar je moet wel je calorieën blijven tellen. Dus als je gewoon je calorieën in plaats van of gedurende de hele dag binnenkrijgt, ga je dan proberen de calorieën in 6 uurtjes binnen te krijgen. Precies. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Het wordt nou een beetje zwaar. Dus als het een beetje zwaar wordt, doe een beetje extra creatine. Toch? Oké, we gaan een schepje creatine erin doen. Lekker tijdens het trainen. Om lekker een beetje maximaal te gaan. Ja? Kijk, 1 schepje creatine. En dit nemen we ook tijdens het trainen. Dit is BCAA. Ja? Die geeft een beschermlaagje aan je spiertjes. En het is lekker. Maar jij mag dit nog niet. Nee. Want jij bent een... Jij bent een kleine baas. Oh, je bent een kleine baas. Ja, kleine baas mag niet, hè? En je bent een kleine baby nog. Maar baby's mogen dit niet, hè? Nee. Ja, dit is voor papa. Dus dit nemen wij tijdens de training. Lekker wat extra creatine. Want vandaag gaan we maximaal met mijn brother Cas. En een lekker BCA'tje. Toch? Dan ga jij weer lekker mandarijntje eten. Ja, Boesa? Papa gaat even verder trainen. 80 kilo, hoeveel jij? Voor pompen, vol pompen. Laat voor die 30 graden. 30 graden? 30 graden. Met tussenstop, zonder tussenstop. Gewoon rammen. Gewoon rammen, ja toch, daar zijn ze man. We gaan kijken hoe ver we komen. Ja toch? Probeer die lat van mij hoog te leggen, hè? Sowieso, lat hoog. Ja toch? Als je halverwege strandt, is niet erg. Maar als je die lat al laag legt aan het begin, dan ben je dan of nee man, we moeten hem hoog in blijven zitten, man. Oké, push me. 1, 2, 4. Dit is alleen maar vol pompen, jongens. 27. 28, 29, en 30. Wordt dat 30? Woe! Was dat 30? Die ging een beetje snel van mij, man. Dat is net, man, broer. Je hebt die dat hoog gelegd van mij, man. We zijn die diepte opgepompt. Oei, joh. Kom op. Rossen, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, laatste. Oh, lekker man. Oppomp, oppomp. Je ziet, we zijn gewoon van hetzelfde kaliber, man. Wat hij kan, kan ik. Wat ik kan, kan hij. Dat is handig. Ik denk juist dat je meer eiwitten binnen moet krijgen, of niet? Het is dezelfde hoeveelheid eiwitten. Nog steeds gewoon hetzelfde. Wat het probleem is dat heel veel mensen gaan doen, is ze hebben zoveel honger opgebouwd gedurende de dag. Dat ze s'avonds denken, oké, nu mag ik eten. En dan gaan ze overeten. Ja, ja, ja. Dus dat, sommige mensen komen aan tijdens de Ramadan. Ja. Dat wil je juist helemaal niet. Dat wil je niet, nee. Dus echt, het gaat erom, het maakt niet uit hoe groot het tijdsbestek is waarin je je calorieën binnenkrijgt. Als het maar hetzelfde is als normaal. En probeer die eiwitten wel goed te verdelen over die 2 maaltijden die je hebt. En misschien als je wakker wordt in de nacht, kan je nog een kleine snack nemen voor tijdens dat je gaat slapen. Wat ik dan zelf fijn vind, voordat ik ga slapen neem ik caseïne shake. Langzaam werken eiwit. Ja. Dat is gedurende de hele dag dat je dan toch je eiwitje nog wel wat hebt. Precies, en als je dan slaapt, dan neemt je lichaam gewoon langzaam die eiwitten op. En dat, daardoor kan je ook meer eiwitten eigenlijk opnemen dan normaal gesproken. Ah, okay, dus een caseïne shake, gewoon een dubbele shake voordat je gaat slapen. Dus heb je een caseïne shake, laat me kijken, laat me die mannen laten zien. Dus de caseïne shake,
Cas neemt zelf wat anders, maar ik neem deze altijd. Hé, hey, ik neem die caseïne shake met KAZ, man. Oh, je hebt die eigen kas. Dat is die caseïne shake. Maar dit neem ik in voordat ik ga slapen. Zijn langzaam werkende eiwitten. En dit is gewoon een fijne smaakje, man. En lekker. En langzaam werkende eiwitten gedurende de hele dag, papa. Die stop voor tijdens de Ramadan. Tijdens de Ramadan. Veel vragen naar gehad vorig jaar. Dus daarom heb ik hem dit jaar ook in het assortiment gedaan. Voor de mensen die Ramadan doen. Ja. Dat ze dan de langzaam werkende eiwitten ook alsnog naar binnen krijgen. Wat verandert er nou eigenlijk? Nou, je moet het eigenlijk zoveel mogelijk hetzelfde proberen te houden als normaal. Je traint nog wel op de momenten dat je het sterkst bent. Ja, je moet op de momenten dat je energie hebt, dan moet je gaan trainen. Dus dat na etenstijd? Ja, of na etenstijd of vlak voor. Soms op een hele lichte maag, dan is het niet het bloed in je maag. Dan kan je even goed nog s'avonds trainen. Ik heb veel moslims heb ik in mijn team gehad, met basketbal ook. En die trainen wel mee, maar op een iets lager pitje. Mm-hmm. Dus zorg wel voor dat je gewoon je rust pakt, dat je niet te hard gaat. Maar ik zou zeggen van, ga gewoon die ochtend iets vroeger eten. Laat je eten zakken en ga dan trainen. Ik zou kiezen voor de ochtend. Mm-hmm. Dus als je dan eigenlijk heel vroeg in de ochtend, wanneer de zon nog onder is, hebt gegeten. Mm-hmm. Dan laat je het even rusten, ga je douchen, klaarmaken en dan ga je naar de gym. En dan probeer je eigenlijk nog voor je werk te gaan trainen. Dan heb je energie. Of wat je ook kan doen is wachten tot zon onder is. Dus dat is rond een uurtje of negen, denk zo ik. Zoiets, acht, negen, negen. Dan ga je eten, pak je niet te veel. Dus dan neem je even een hapje. Gewoon een klein barretje of zo, dat je even die energie hebt. Ga je eventjes een uurtje knallen, kom je gelijk thuis, ga je lekker eten. Maar ik weet hoe dat is, bro. Met Ramadan, je weet je bent... Maar je hebt geen kapot, energie. Ja. En op een gegeven moment, wanneer het eetstijd is... En dan zit je daar. En dat is het probleem. Dat is wat veel mensen doen. Hou die discipline. Het gaat wel discipline verder, weet je. Kijk, ik ga niet zeggen van je gaat wonderbaarlijk je massa behouden. Je moet er wel wat voor doen. Ja. Dus het is te doen, maar je moet er wel wat voor over hebben. Die discipline heb je wel echt nodig. En als je nou zoiets hebt van, ik ga gewoon op een laag pitje cardio doen, zodat ik wel mijn beweging heb. Mm-hmm. Dat kan wel. Yeah. Als je energie echt laag is, doe gewoon rustig je cardio, pak je stappen. En dan ga je daarna gewoon wel aan je calorieën houden. Want als je gaat overeten, wat het probleem is, als je de hele dag niet eet en daarna ga je vol. Dan zit je zo op die 5.000-6.000 calorieën. Terwijl je normaal misschien maar 3.000 gedurende de hele dag zou eten. Klopt. En dan pak je per dag meer dan 1.000 calorieën in je plus. En dan gaat hij hier komen, man. Yeah, dat wil je echt niet. Maar qua spiermassa... ik train zelf dan. Ja, meestal train ik gewoon alsnog in de middag gewoon. Mm-hmm. Maar het is nu met dit jaar, inshallah, ga ik gewoon, denk in de avond trainen. Gewoon een uurtje voordat eetstijd is, ga ik gewoon trainen. Gewoon probeer het maximaal eruit te halen. Ja. Dan gelijk naar huis toe en dan gelijk bam, eten. Ja. Dat is ook een oplossing. Maar probeer gewoon niet te hard te gaan. Je hebt een maandje. Dus zorg dat je macro's goed, dus dat je eiwitten, je vetten en je koolhydraten goed gebalanceerd zijn. Mm-hmm. Eiwitten hoog, zoals je altijd zegt. En zorg dat die carbs, die koolhydraten en die vetten niet te hoog zijn. Want dat is wel vaak, je ziet het, het eten in jullie cultuur is wat vetter. Yeah. Meer koolhydraten. Yeah. En daar moet je voor uitkijken. Dus verdeel het gewoon goed, zorg dat je eiwitjes binnenkrijgt en weeg het desnoods. Je bent toch een sporter, je wilt toch een doel behalen. Yeah. Dus ga het wegen, ga kijken van oké, kom ik uit met mijn macro's. Je kan apps daarvoor gebruiken, MyFitnessPal is een goede bijvoorbeeld. Yeah. En dan kan je precies zien wat je van dag tot dag eet. En dat is heel goed om in de gaten te houden. Maar net zo'n training die wij nou net hebben gedaan. Mm-hmm. Wat denk je daarvan? Kan dat nog als je gewoon... Ik denk dat het iets te veel is. We hebben echt geknald 1,5 uur lang, dat is gewoon te veel. Dus zorg ervoor dat je ook je energie goed verdeelt over de dag. Je bent de hele dag bezig, of je gaat naar school, of je gaat naar werk. En daarnaast moet je nog trainen. Dus put jezelf niet uit, zorg dat je die maand goed doorkomt. Wat je niet hoeft te doen tijdens de Ramadan is massa winnen. Dat ga je sowieso niet doen. Wat je wil doen is eigenlijk damage control. Behouden. Damage control. Dus je wilt zo min mogelijk verliezen. Dat is eigenlijk... Ja, want als je al niet verliest, dan win je al. Precies, want na die Ramadan ga je het wel weer oppakken. Ja. Dus je wilt juist niet je massa verliezen. En die ga je behouden door constant op je calorieën te letten. Je eiwitten hoog te houden. En niet overeten als je dus eindelijk mag eten. Dat is echt belangrijk. Dus heel veel mensen gaan denken van ja, maar ik moet toch om de zoveel uur moet ik eiwitten binnenkrijgen, anders ga ik spier verliezen. Dat is bewezen, dat is niet waar. Mm-hmm. Je kan makkelijk over die twee maaltijden voldoende eiwitten binnenkrijgen. Verdeel het gewoon goed. En pak bijvoorbeeld als jij qua gewicht zou je ongeveer 180 gram eiwitten per dag. 180 gram. Dus pak tijdens je eerste maaltijd 90. En tijdens je tweede maaltijd weer 90, zit je op die 180. Maar zijn het te veel in één keer 90 gram eiwitten voor me? Het is niet te veel. Je kan ongeveer 100 binnenkrijgen. Zorg wel gewoon... Kijk, je hoeft natuurlijk niet alles in één keer naar binnen te stouwen. Ga gewoon rustig eten. Mm-hmm. Zorg dat je ook eerst je maag eventjes vult met water. Dat je weer een beetje op gang komt. En dan zal je ook zien dat je maag best wel snel gevuld zal zijn. Omdat je lichaam gaat wat efficiënter om met je voeding dan normaal. Mm-hmm. Want hij ziet van, hey, wacht, we eten 12 uur niet of 14 uur niet.
Dus ik ga iets efficiënter omgaan. Dus je metabolisme zakt iets in die maand. En daarom wil je niet overeten, want dan ga je echt aankomen. Je wilt juist gewoon het fysiek behouden wat je daarvoor ook had. Zullen we? Ja. Wat we nou gaan doen is, we gaan die rug oppompen, ja? Zo heb je lekker in chest, ga ik door naar de rug. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Oké. Okay. Deze oefening is voor je. Rug! Borst vooruit, schouderbladen aan elkaar toe. Ga niet dit doen. Ga niet zo pakken, nee, borst vooruit. Je kan hem op verschillende manieren pakken. Maar vandaag hebben Kas en ik besloten om hem zo te pakken, op deze manier. Je kan hem ook zo pakken. Yes. Wat wij doen, wat pakken we zo. Hup, borst naar voren. 1, 2. Lekker man. Dan kan je die schouderbladen naar elkaar toe. Pak je die traps. De dikheid van je rug ook mee. Wordt die vol. Cobra back. Hats. Pintje erbij. Ja toch? Kom op, mootje. Het is nog steeds warming up. Dat zijn ze, man. Lekker. Ja, man. Ja, toch, hoeveel hebben we nou erop? Totaal 100. 100 kilo. Dit is eigenlijk deadlift gewicht voor mensen. Maar dat maakt niet uit. We zijn al 10 jaar bezig, dus. Verschil moet er zijn, bro. Verschil moet er zijn. Ja, toch? Oké. Hoe is die pomp in je rug dan? God. Wat ik zelf meemaak is tijdens Ramadan gewoon in die maand probeer ik gewoon zo min mogelijk spiermassa te verliezen. En dat is wat jij, beste kijker, ook niet wil doen. En wat ik dan doe is gewoon 1 uurtje voordat het eetstijd is, ga ik gewoon trainen. En ik zet die knop uit en ik ga gewoon maximaal. Als jij het maximaal uit jezelf wil halen, vind ik gewoon dat je gewoon maximaal moet gaan. Of je nou energie hebt of geen energie, dan ga je maar maximaal tot wat jij zelf aan kan, begrijp je? En dan na het trainen kan je naar huis toe gaan, pak je lekker wat water, een eiwitshake en ga dan lekker wat eten. Dat is wat ik wil meegeven aan de mensen, hoe ik het zelf doe. Misschien een goede tip om te geven voor de mensen die echt zeggen van ja, na zo'n lange dag, mijn maag is helemaal leeg, ik kan niks. Zorg dan als de zon onder is, neem je een kleine snack, heb je een klein beetje energie voor die training, ga je even een uurtje, 3 kwartier misschien echt knallen en dan kan je naar huis gaan. Dan heb je toch nog wel een klein beetje die energie van het kleine eetje. Ik weet dat de mensen, ik denk 7 van de 10 of 8 van de 10, die gaan niet eten en dan eventjes slapen en dan gaan trainen. Nee, gewoon echt een snackje, gewoon echt letterlijk. Ik weet wat je gewoon bedoelt. Gewoon wat je binnenkrijgt, verbrand je gelijk eigenlijk. Ja, klopt, dat is wel. Bijvoorbeeld een mueslireep of zoiets, dan heb je een klein beetje die suiker voor die training, dan is je maag niet helemaal leeg. Sommige mensen houden gewoon niet van om op een lege maag te trainen. Ik hou er wel van. Ik hou ook van, maar ik train altijd op lege maag en ik ben er al gewend. Net als vandaag heb ik ook op lege maag getraind. Ik heb nog niks gegeten, alleen pre-workout. Dat is het enige wat ik dan ga missen. En als ze dan echt niet, ook niet een reepje willen, zorg dan dat je wacht tot de zon onder is. Dan ga je trainen, maar dan neem je een BCA'tje. Dan kan je daarmee. Oh, tijdens trainen doen. Ja, toch? Dan heb je een lekker BCA'tje om op te sippen. Ja, maar dat kunnen wij niet nemen tijdens trainen. Ja, dus je traint pas als de zon onder is. Oh, als de zon onder is? Oké. Ik dacht dat. Want wij mogen niks, geen water. Mag dan ook geen water? Krijg je altijd mag je ook geen water? Nee. Je mag ook geen water. Dus gewoon echt dat je de zon, je wacht tot de zon onder is. En als je niet kan eten en dan kan trainen, doe dan tijdens je training even een BCA'tje. Als de zon net onder is. En dan heb je maximale winst, zeg maar. Je ziet de zon ondergaan, denk je, oké, nu eventjes een uurtje knallen met je BCA's en daarna gewoon rustig eten. En daarna gelijk tranquilos. Het belangrijkste is gewoon doorgaan, snap je? Gewoon doorgaan, maakt niet uit. Niet denken, het is Ramadan en ik ga nou eventjes, ik ga een maandje wat rustiger aandoen. Nee, probeer gewoon nog steeds het maximaal uit jezelf te halen. Wat ik dan zelf doe, is gewoon 1 uurtje voordat het eetstijd is, voordat de zon onder is, probeer ik gewoon maximaal te gaan. Daarna direct naar huis toe te gaan en ik begin lekker met een glasje water, eiwitshakeje en een dadeltje. Och jongens, wat jullie weten. Een dadeltje, dat is sowieso zoende, dat is handel. Ja, jongens. Daar beginnen we mee. En uiteindelijk gewoon lekker lichtjes eten. Ga niet ineens te veel eten, want dan gaat je maag uitzetten zoals Kas zegt.
Probeer het gewoon rustig te aan kilo's gedurende 6 uurtjes of 8 uurtjes dat we mogen eten. Gewoon lekker gedurende je eiwitje binnen te krijgen, je calorieën binnen te krijgen zoals Cas net zegt. Gooi direct op die chest leg. En gooi direct, maximaal erop. Zoals we net hebben gedaan is rug, nu weer chest. Heerlijk jongens, lekker voorpompen. Chest klap helemaal uit elkaar bro. Netjes man bro. Borst vooruit, heel belangrijk. Beeld dicht bankje aan, rug dicht bankje aan. Lekker man. Zes omhoog. Wat heb je bij je? Dus kijken, wil je me laten zien aan Cas. Wat is dat? Wat? Hey, wat gaan we doen? Dat is voor centjes, hè? Gaan we geld overmaken. Heb je centje nodig? Ga je centje geven aan papa of moet je centje hebben? Mooi, je moet je atleten wel betalen, hè? Ja. Oké, kom maar. Doe maar. Geef aan Walid. Gaan we overmaken. Doe maar. Krijg voor papa 10 euro, ja? Ga maar naar Walid toe. Even 10 euro overmaken. Ja. Ja, dat is het. Voor iedereen die langer is dan 1,90, jouw gym heeft sowieso deze leg pull down waarschijnlijk. Want deze kom je heel veel tegen. Kijk, deze oefening kan je dan zo doen. Kan je verder stretchen. Ga je hangen, zet je hem hieronder. En dan ga je stretchen. Oké. Want dan kan je helemaal stretchen naar boven. Ja. Voor mij is dat gelukkig niet nodig. Weet je wat een goede opdracht is? Ik wil je niet onderbreken. Goede opdracht voor nu, omdat ze nog 2 weken hebben totdat de Ramadan begint. Ga nu in de gaten houden hoeveel calorieën je binnenkrijgt per dag. Dus maak een kleine dagboek. Check eventjes gewoon van een gemiddelde week hoe jouw week eruit ziet. Kijk hoeveel calorieën je per dag binnenkrijgt. Mm-hmm. En zorg dan precies dat die hoeveelheid calorieën, dat je die doorzet. Ja. Gedurende de Ramadan. Dan ga je niks aankomen, dan onderhoud je je spier. Ja, onderhoud, en dan ja. Ben je gewoon top bezig. Weet je? Ja, dat is denk ik de major key. Je zult op trainingsgebied echt merken dat je zwakker wordt. Hm. Gewoon je energie haal je uiteindelijk uit voeding. En als je de hele dag niet mag eten, dan gaat dat gewoon minder worden. Ja, hoe je zorg bent gewoon, of keert. Die maximale weights ga je gewoon niet halen die hele maand. Maar ja. Ga nou niet mentaal denken van, oh, ik word zwak, ik weet niet, ik word gek. En ja, en dat is wat de meeste mensen hebben, snap je? Het is gewoon mentaal. En wat je op een gegeven moment, ze deden bankdruk bijvoorbeeld 120 kilo, nou in één keer maar 90. Ja. En dan denken ze, weet je wat, ik ga niet meer. Nee, maar als je dan niet meer gaat, dan ga je helemaal omlaag. Dus wat je wilt doen, haal iets minder, of zet er iets minder gewicht op. En pak iets meer herhalingen, dan heb je toch nog dat voldoening. Die lekkere wat we net ook deden met die 80 kilo, even 30 herhalingen. Juist. En dan ben je die pomp gewoon lekker aan het onderhouden. En dan kan je daarna weer gewoon lekker maximaal gaan en het gewicht opbouwen, weet je, na die Ramadan. Je moet het zien, het is voor je religie, het is jouw geloof. Dus je moet er helemaal voor gaan. Mm-hmm. Dat is nummer 1, dat is prioriteit. Dat is sowieso. Nummer 2 is dan dat je fysiek onderhoudt. Ja. En dat onderhouden, je moet dus niet denken, ik ga tijdens die Ramadan, dan ga ik massa pakken of dan ga ik spiermassa pakken. Nee, je wilt gewoon wat je hebt, wil je behouden. Ja. Daar gaat het om. Nou, dat is winnen uiteindelijk. Dat is winnen. Uiteindelijk als je je spiermassa behoudt, dan heb je gewonnen. Dus ga nou niet denken van ik haal het niet meer of nee, of ik ga even een maandje tussenuit. Want als jij een maandje tussenuit gaat, geloof me, dan verlies je wel. Dan verlies je wel. En als jij die maandje gewoon door blijft gaan, dan verlies je niks. Gewoon lekker door blijven gaan. Die eiwitten, denk gewoon eraan. Wat Cas net ook zegt. Denk aan die voeding in die 6 uurtjes. Probeer je calorieën binnen te krijgen. Probeer alles gewoon binnen te krijgen wat je nodig hebt. Ja. En dan zul je niks verliezen. Precies. En stel eens voor dat je bijvoorbeeld 2 maaltijden te veel vindt om ineens zoveel te eten. Dan hebben we ook nog, wat kunnen ze nog meer doen? Bijvoorbeeld gedurende die 6 uurtjes. Gewoon kleine porties nog steeds? Nou ja, als jij het dus niet erg vindt om in het midden nog 1 keer wakker te worden om een klein hapje te nemen. Dan kan je zeggen van, nou ja, ik neem bijvoorbeeld 3 keer 60 gram eiwitten. Dus dan neem je in je eerste maaltijd 60 gram eiwitten. Dan neem je in het midden, zet je even je wekker, neem je bijvoorbeeld weer een shakeje of weet ik veel wat. En dan aan het eind ga je gewoon weer lekker je ontbijtje. Het gaat er uiteindelijk om als je alles maar binnen hebt dat in die bepaalde dat uren. Is het. Kijk, ik weet niet of jullie bekend zijn met de term intermittent fasting. Nee, maar dat heb ik wel vaak van gehoord. Maar ja, wat je dan doet, is je zorgt dus dat als je opstaat, dan hou je je fast vast tot het eerste moment dat je gaat eten. Mm-hmm. Dus je probeert eigenlijk de window dat je moet eten zo klein mogelijk te houden, zodat op het moment dat je eindelijk mag eten, iets meer mag eten. Voor je gevoel mag je dan meer eten per dag. Ja. Maar je hebt gewoon een kortere tijdsperiode. En dat is eigenlijk precies wat Ramadan ook doet. Klopt. In plaats van dat je al je eten over 12 uur binnenkrijgt, eet je nu over 6 uur. Ja, ja, dus ja.
eigenlijk, als je het zo ziet, ben je gewoon intermittent fasting aan het doen. Oh, oké. Okay. Intermittent fasting, papa. Ja, ja. Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik heb het zelf nog nooit gedaan. Google it, of als je het echt leuk vindt, kunnen we er nog veel meer vlogs over maken. Ik vind het tof om te doen, want jij hebt al de info, jij weet waar je doorheen gaat gedurende de Ramadan. En ik kan je daarbij helpen, omdat ik precies weet hoe voeding in elkaar zit. Jij weet gewoon van hoe en wat. En nu hebben we het eigenlijk alleen maar over macro's gehad. Dus je eiwitten, je vetten en je koolhydraten. Maar je moet het ook nog naar micro's trekken. En je micro's, dat zijn je vitamines, je mineralen en dat soort dingen. Ja, en waar haal je die dan uit? Ja, dat zijn dus je groentes, je vitamines, je omega's die jij ook verkoopt. Yeah. Die kan je gewoon nemen ook bij je maaltijd. Dus dan zorg je in ieder geval dat je die ook binnenkrijgt. Vitamines ook nog. En het is super belangrijk dat je die binnenkrijgt, omdat dat eigenlijk het transport is van de eiwitten. Dus je moet het zo zien, als je heel veel eiwitten binnenkrijgt, maar niet de vitamines, niet de micro's, dan kunnen je spieren die ook niet opnemen. Want dat zijn de treintjes eigenlijk, die eiwitten vervoeren naar je spieren. In TikTok verhaal is het eigenlijk zo. Dus je krijgt je vitamines binnen. En die vitamines zorgen ervoor dat jouw spieren eiwitten binnenkrijgen. Dat is dus het tweede. Nu gaan we weer door naar rug. Hoppakee. Wat we nou doen? Borst naar voren, schouder naar elkaar toe. 1. 2. 3. 4. Squeeze in die rug. Trek die schouderbladen naar elkaar toe. Lekker man. Lekker man. Daar zijn ze. Nog 3. Nog 2. Door. Nog twee voor mij. Easy. Je was er al overheen, maar nog 2 voor mij. Cadeautjes. Zie, ik wilde alleen kijken of je ging stoppen. Doorgaan. 1, 2, 3. Lekker man, bro. Lekker. Dat zijn ze. Gewoon doorgaan. Respect. 2, 3, 4. Even zwaar, man. 5, 6, 7. Handel. Kijk. 2. Ik heb deze, vind ik dat belangrijk. Rek. Gooi die rek hoor. Veel mensen doen heel zwaar. Nee. Gooi die rek hoor. En laat hem gaan. 1, 2. Laat hem gaan. Maak die bicep zo lang mogelijk. Niet voor niks. Mobicep, papa. Dat is kas. Pak. Dat is nog aan. Lekker man, bro. Gaan we. Even oppompen, lekker. Van, jij moet iets lager. Veel te groot. Dat is het grootste voor de mobiceps. Heb je hier ook een trucje voor ofzo? Geen trucjes. Oké, pomp maar. 10 keer. 1. Oprekken. 2. Heel goed. Oprekken. 3. 4. 5. 6. 'Ook met water, hè? Stel je dat voor gedurende de dag moet je ook veel water binnenkrijgen. Ja. Hoe ga je dat nou doen? Ook precies hetzelfde als met voeding gewoon? Ja, gedurende 6 uurtjes weer? Ja, dat is echt gewoon weer precies hetzelfde als met die voeding. Kijk, je moet roeien met de riemen die je hebt eigenlijk. Ja. De situatie ga je niks aan veranderen. Dit is je religie, dit is waarvoor je leeft, dus zo moet je gewoon vasthouden. Ja. Waar je in gelooft moet je gewoon aanhouden en dat moet je gewoon doen. Dus je hebt nu 6 uur om je water binnen te krijgen. Nou, een normaal persoon drinkt ongeveer 2 liter per dag. Maar je bent iets actiever, dus dan zou ik zeggen, pak in ieder geval die 3 liter. Mm-hmm. En dan ook weer gewoon tijdens je maaltijd neem je in ieder geval 1 liter water erbij. En je zal merken dat het je ook vult. Ja. Dus drink het gewoon rustig op tijdens je en ook nog na de maaltijd, want het helpt je ook weer. Maar probeer gewoon in ieder geval alles wat je normaal gedurende de hele dag doet, probeer dat nou in te korten en dan in die kleine paar uurtjes gewoon. Dat is de key, eigenlijk is het best wel simpel als je erover nadenkt. Het is gewoon heel simpel. Dus alles wat jij normaal binnenkrijgt in de hele dag, ga je nou doen in een paar uur. Want red jij dat om dat allemaal in een paar uur te doen? Dan verlies je niks, dan ben je gewoon daar. Maar ja, ik denk dat het compleet is en ik wil jullie ook niet overweldigen met al de informatie die jullie binnenkrijgen. Als jullie nou echt leuk vinden om meer erover te weten, gaan we er gewoon meer vlogs over maken. Laat het dan even weten in die comments. Ja, laat het gewoon even weten in de comments, want hij is de man van voeding. Ja. Ik ben de man van motivatie.
Ik heb de mensen die me volgen, ze weten mobies en papa eiwitten moeten hoog blijven. Sowieso. En Cas is de man met veel verstand over voeding en hij kan jullie met alles helpen. Ga hem sowieso ook volgen, want Cas is de man van voeding. Motivatie moet je bij mij zijn. Motivatie. Bij Cas moet je zijn voor de voeding, man. Ik denk dat is een leuke vlog, man, bro. Thanks voor de informatie. Perfect. En ik hoop dat we hun erbij hebben kunnen helpen. En stel dat jullie nog vragen hebben van, ja, maar hoe moet het nou exact? Of je hebt nog vragen over deze vlog, dan kun je hem altijd benaderen. Sowieso. En hij zal je dan altijd helpen en zeggen van, oké, zo en zo moet het, toch? Ja, sowieso. Wat moeten de mensen allemaal doen? Ze moeten allemaal shaken met... Shaken met en met truitje. Want dat is... Handel. En wij nemen pre-workout in voor het trainen. Voor wat is pre-workout? Voor extra... energie. En na het trainen nemen wij eiwitten. Want eiwitten is goed voor je spier. Groei. En je spier, hè? Stil. Heel belangrijk. En heel belangrijk. Heel belangrijk. Kijk, en het hoeft niet alleen uit supplementen. Ze kunnen ook, wat kunnen ze ook eten? Ook kipjes eten. Broccoli eten. Het hoeft niet alleen maar van shakes. Niet shakes drinken. Niet alleen maar shakes drinken, hè? Nee. Want als je genoeg uit je voeding kan halen, heb je die shakes helemaal niet nodig. Nee. Nee, maar hoe is jouw nieuwe smaak? Cookies en cream, die zijn wel lekker, hè? Wil je eentje voor papa maken? Want papa is heel hard aan het trainen. Ik heb wel wat eiwitjes nodig. Wil je die voor mij maken, alsjeblieft? Kusje, papa. Kijk eens. Hey. Doe eens even lachen hier zo. Kom. Kom eens hier. Kom eens hier, jij. Hey, hier kom je, kleine poef. Hier komen. Kleine ratje, dat is bicep junior. Gaan we ook sowieso volgen. Link in de bio. En dit is Kast. Kijk, Kast. Moet altijd weer die trui uitdoen om die shredded te laten zien. Mannen zijn shredded, shredded papa. Dat is handel. Moet je eens kijken. Goed eten, goed op je voeding letten, je best blijven doen en het maximale steeds uit het maximale halen. Dan behaal je ook dit soort resultaten. En het is makkelijk om te roepen van hij gebruikt of hij spuit of hij dit. Doe hetzelfde wat hij doet en je zult nog betere lichaam krijgen. Gewoon doorgaan. Doorgaan, niet praten. Het is makkelijk om te zeggen, ja, je pakt anabolen. Ik hoor dat zo vaak, maar ze weten niet dat ik al 20 jaar bezig ben. Ja, het enige wat ik heb gedaan in mijn leven is sport en fitness. Ja. En nu weet ik alles over voeding. De laatste 6, 7 jaar heb ik alles over voeding. Ik heb voeding en diëtiek gestudeerd. Daarom ben je bij mij vandaag, om die mensen weer... Kijk, dus die mensen die zeggen van, je spijt of wat dan ook, die bekijken deze video en die halen ook zelfs informatie uit deze video. Precies. Maar haal het maximaal gewoon uit jezelf. Ga ook hetgeen doen wat je fijn vindt, wat je leuk vindt. En geloof mij, dan ga je resultaten boeken. Want als jij resultaten gaat boeken, ga je het leuk vinden. En als jij het leuk vindt, dan blijf je doorgaan. En geloof me, tot die tijd moet jij het maximaal uit jezelf halen. Want dan zullen die mensen om jou heen ook zeggen, jij gebruikt, jij pakt anabolen. Weet je waarom? Omdat jij iets hebt kunnen bereiken wat zij niet zomaar kunnen bereiken. Snap je? En het is makkelijk om te zeggen van, je spuit of wat dan ook. Maar bradas, jullie zien alleen maar de leuke dingen. En de shredded dingen en de kastdingen. Maar jullie zien niet wat wij dagelijks hier doen. Elke dag knallen. Dikke shout naar mijn brother Kas. Het was vandaag weer een topdag, een topsportdag. Mickey Bos kon er vandaag helaas niet bij zijn. Mickey Bos alleen maar, oh, een trui erin! Jullie hebben het vorige video gezien, hè? Mickey Bos met touwen. Hij was kapot, bro, hè? Sowieso dikke shout naar Mickey Bos. Dikke shout naar mijn brother Kas. Vergeet deze video niet te liken, te delen, te abonneren. En ik hoop dat jullie veel informatie uit deze video hebben kunnen halen. Zoals de voedingstips die hij gaf. Zoals de dingen wat hij zei van rust en wat belangrijk is. En welke shake je nodig hebt. En wat voor voeding je precies nodig hebt om die gains te bewaren. Zoals jullie zien, Kas is de man van voeding. Ik ben de motivator, hij is de voedingscoach. En samen zijn we één. Zoals ik eerder al aangaf, hij is de sleutel, ik ben de auto. Hij is niks zonder mij, ik ben niks zonder hem. Wij met z'n tweeën zijn één. Oh. Dikke love naar Kasper. Hallo. Ciao. Thanks voor het kijken. Voor diegenen die willen aankomen, zal ik zeggen, zoals mijn brother Kas zei, probeer alles in die 6 uurtjes te doen. Wat je daarnaast nog kunt nemen, is de weight gainer. Dit is om aan te komen in gewicht. Wat je daarnaast nog kunt nemen, is een eiwitten shake. Dit is voor je spier, herstel en spiergroei. En de caseïne shake is voor de langzaam werkende eiwitten. Die neem je in voordat je gaat slapen. Wat ik zelf neem is de creatine tijdens het trainen in combinatie met de BCAA. Dan hebben we deze gehad. Dit is voor je spierbehoud en dit is om wat extra te gaan tijdens de training. Wat ik normaal neem voor een training is pre-workout. Maar nu... De weight gainer. Voor degene die willen aankomen. Wil jij niks verliezen en blijf je gewoon op die calorieën? Dan probeer ik je aan te raden de weight gainer. Dit neem je gewoon in die 6 uurtjes. Probeer hem gewoon 1 à 2 keer te nemen als extra met volle melk. Ja?
Na het trainen, als je klaar bent met trainen en je komt thuis, kun je een eiwitshake nemen. Dat is voor je spierherstel en spiergroei. Zelf neem ik de cookies en cream. Oh, jongens, dit is handel. Ik neem hem zelf met water, maar jij kunt hem nemen met water of met melk. Dit is voor je spierherstel en voor je spiergroei. Daarnaast hebben we de caseïneshake. Dus dit neem je in voordat je gaat slapen. Dit zijn die langzaam werkende eiwitten. Gedurende de hele dag heb je dan alsnog je eiwitjes binnen. Als jij genoeg calorieën en koolhydraten en noem maar op, alles uit je voeding haalt, dan heb je dit soort dingetjes niet nodig. Maar een gemaksproduct is zeer zeker de caseïneshake, de langzaam werkende eiwitten. Dat is handel. Shaken met MB Nutrition. Link staat hieronder in de beschrijving. En nu gaan we lekker wat eten. Prijzen zijn laag bij mij, occasions. Eiwitten hoog bij mij, occasions. Jij ziet toch ook, wij blijven trainen. Wij zijn beesten, mij occasions. Prijzen zijn laag bij mij, occasions. Eiwitten hoog bij mij, occasions.